اللي خطنا بيسار من شاعر ما نهيره إيه توفوز إيه تفنى كونك لا كوشو فيه دفرينك إن فالقين انا بريتس وان دفنزين اكسبرس بيت 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 أتخين جو زكي بيتين ما دينت بيكين انت اوبني زي جو بخاري Zoals ik zie, zijn alle geachte leden present, behalve Rode Karel en de co-presentator die uit Lungeer zijn. Die zijn dus verhinderd wegens beroepsbezigheden. Maar we zullen ze van hieruit naar de baas en telegram van Deuzen zenden. Tot penningmeester werd in de vorige vergadering benoemd de heer Kees Langzinger, meer bekend onder de naam van de Looie Pair. We zullen over deze benoeming geen berouw krijgen, want onze penningmeester die haar 3 jaar gezeten wegens verduistering, die weet dus met geld om te gaan. Hij leeft er hoog, hiep, hiep, hiep. Dan ons geacht medelid Johannes van der Graaf, bijgenaamd Jantje met de Sofiatte, die spreken zal over de economische positie van de moderne inbreker. Houden jullie de boeventroontjes nou dichter naar de stier? De leden van Civici. We moeten ons vakkie bespreken en ook onze belangen, want de toestand is belabert. De klas zit erin. We worden bestolen door de bourgeoisie. Als we 2 uur gestappen hebben om een brandkastje open te krijgen en je bent zover, dan zit er gewoon niks aan de zin als een opschrijfboekje en een halfvuil hoog overhemdje. En dan krijgt zo'n eigenaar van het lot, die krijgt dat de verzekering tegen inbraak enige duizenden pietermannen en wij kunnen het zoek uit. Dan moeten we tegen protesteren. We moeten ons niet langer laten bedonderen. Ik zeg maar, een arbeider die is te loonbaar. Als we zo doorgaan, met ons zo te behandelen, dan moeten we ons solidair verklaren en staken. Ja hoor, zoontje maar solidair. Wat ligt hem? Als we toch niet willen inbreken, dan breken we niet in. En ik zou wel eens willen zien wie ons zou willen dwingen. En dan moet de politie die moet ook bewerkt worden. Zo'n lamme smeren die gelooft je niet meer. Zo'n lamme plabak als je straks opvikt met een paar breekhuizen en een revolver in je zak. Dan wil je niet eens geloven dat je voor je gezondheid aan het wandelen bent. Wel, tot verdorie mag ik wandelen of mag ik niet wandelen. Allemaal mooi en fijn, maar ik zeg me binnen niet solidair. Ik ben behakt door mijn eigen kameraad. En dat is vervloekt gemeen. Als je nou je collega's niet meer kan vertrouwen, wie moet je dan wel vertrouwen? Ik zeg dat kromme Janus mij behakt heeft. We hebben samen 6 konijntjes gemokt. En toen heeft Janus die hij de konijntjes opgebreten. En mij heeft hij de sprongetjes gegeven om de deur te roken. Wat? Dat een vuile streker laat ik me niet doen. Wat zeg je, vuile dief? Heb ik jouw konijn opgevreten? Laat me los of we slaan op je hersen zien. Nee, hou je nog kaart. Nou, laat hem erop komen hoor. Ik lust hem wel, vuile konijnenvreter. Nou, dat moet je maar niet zeggen. Heren, laat ons nou met je blijven. Het lijkt hier godverdorie wel een vergadering van politieagenten, zo'n herrie maken jullie. We zullen een commissie benoemen om die zaak te onderzoeken en wie schuld heeft, die krijgt een pak op de ribben. Heren, het woord is aan Matthijs Kraker, bijgenaamd Slappertijd. En heren, alvorens we verder gaan, wil ik voorstellen dat we een fossie, zolang het hem nog niet heeft vergrazen hebben, benoemen tot erelid van onze vereniging. Ja hoor, leven vast hoor. Al zo aangenomen, mijn heren. Waar alle arbeiders streven naar verbetering, mogen wij niet achterblijven. Is er een beroerder vak dan ons vak?
De bakkers klagen, de nachtwagens klagen, de politieagenten klagen. Maar wij arme bliksems hebben wij onze nacht terug. Bij nacht en omzeilen moet je erop uit. En als je dan nog de moeite loonde, maar als je nou nog een paar horloges hebt gevat, wat krijg je er dan nog voor? Ja, zo wat. Zeg, als jij nou aardig gaat maken, dan stop het je op hoor. En daarom moeten we zien dat we ook in de arbeidswet, en in de ongevallenwet, en in de pensioenwet, en in al die andere wetten worden opgenomen. Dan kunnen we tenminste ook nachts zo'n stukje doen. Ja, zeker, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in hoor. Heren, het voorstel van Thijs wordt met algemene stemmen aangenomen. Ik kan de geachte spreken voor hun gepaarde woorden. En dan willen we eerst een lunch nemen voor de kat. En tot slot ons vereniging toezingen. Nou, proost, proost, proost. Weg. Oh,